Nou ja, wij gaan dus inderdaad nu meteen op reis. Want ik stel voor dat we onze backpacks pakken. Dan gaan we groen reizen. Ja, groen. Ja, we hebben namelijk twee Nederlanders die in het buitenland wonen bereid gevonden om ons te vertellen waarom we hun land... Oeh, ja, je hebt het simpel zwaar ingepakt. Maar ik heb ook heel veel muggencreme mee. En ik heb een klamboe mee, zo. Ik weet niet waar we naartoe gaan. Maar goed, twee Nederlanders dus. En die gaan ons vertellen waarom we juist naar hun land toe moeten. Aha. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben klaar. Op naar Schiphol. Kom, hup. Zo. Oh, dan zitten we toch in een vliegtuig. Ja, maar hij is wel lekker geboekt van het... Ja, met de CO2-uitstoot hebben we een beetje gecompenseerd. Zo. Nou, hup, die erin. Zo, lekker. Ik ga hem onder de stoel. Zo, ja. Doris Witseloot speaking. Welkom op vlucht KT5UL naar Hosea Kutako International Airport Windhoek, Namibië. Geschatte vluchttijd is 10 uur. De temperatuur al daar is 32 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Namens de gezagvoerder en het gehele cabinepersoneel wens ik u een prettige vlucht. Dankjewel. Mina is fit, hoor. Dan ben ik jij ook helemaal lang. Oh, we zijn er al. Het was een heel kort slaapje. Echt gewoon. Mina, we zijn er al. Hallo. Welkom in Windhoek. Hoi. De hoofdstad van Namibië. Ik woon hier 11 jaar en ik neem jullie mee op reis. Oh. We kunnen even ontspannen in Windhoek. We gaan hier wat wandelen, wat relaxen. Maar we komen hier natuurlijk voor het avontuur. Ja. Ja, maar dit is ook een avontuur, die stad. Ik vind het ook prima om lekker even te relaxen en te wandelen. Maar het avontuur begint. We gaan met onze uitgeruste 4x4 op pad en we gaan de gravelwegen op. Oh, en, de eerste bestemming is de Sossusvlei en daar gaan we onze kamp op slaan. Oh, wat een gaaf. Ik begrijp dat jij goed kan kamperen, dat deed je altijd. Ja, ik heb mijn hele met mijn ouders gekampeerd inderdaad. Ook het vuur maken? Ja, ik hou van het avontuur. Ik ga het vuur maken. We slapen op de daktent, op het dak van de auto in de daktent. Kijk even, je zit hierboven. Ik zie je. Te gek. En de volgende ochtend gaan we met een ballon over dit gebied zweven. Hallo, sorry hoor, we zitten al in een 4-wheel drive. We gaan al overnachten in de woestijn, sterrenhemels en ballon. Ballonvaart. Maar we moeten door. We moeten door. Oh jammer. Ja, we proberen even het moment te genieten. Ja. We gaan door naar de kust. Het is soms wat kouder, dus we doen wat warmte aan. Ik heb een vest aan. We doen wat warmte aan. Lekker zo, en we gaan met onze gids naar Walvisbaai. Maar stappen we in de kajaks. Oh, ik vond het waar we net waren zo mooi. Die vallei. De Sossusvlei. Oh, kijk. Dat heb ik even niet helemaal meegekregen. Goed. Dit zijn geen vissen, dit zijn zeerobben. Zeerobben, ja. En we gaan kajakken, we peddelen tussendoor. Je kan ze bijna aanraken. Ik raak hem ook. Ik zit nou vooral niet, kids niet vinden dit helemaal fantastisch. Maar eventjes voor de kinderen die dit kunnen doen. En vanaf welke leeftijd dan ongeveer? 4, 5 jaar. Echt waar? Oh, oké, niet gevaarlijk. We vallen niet om. We slaan niet om. Zwemvest mee. Springen ook niet de boot in. Nee, wij springen er ook niet aan. Wij springen er ook niet aan. Nee, wat geweldig. Nou, dit is natuurlijk te gek. Dan hebben we de vallei gehad en de luchtballon en de four-wheel. En dan het kamperen en nu dus op de kajak. Ja, het is wel zo. Namibië komt met vele culturen. Dus we hebben 13 bevolkingsgroepen. En als je goed en rustig aanreist, ga je ook hen ontmoeten. En dan raak je meteen in gesprek. Dit zijn de zandmensen. Kenners wat betreft natuur. En zij kunnen ons leren hoe te overleven. En dat vuur maken komt weer van pas. Ja, heel handig inderdaad. Het zit is al lekker het zo. Het vuurtje is al aan. Ja, dat heb ik net gedaan. Dat zei ik. Dat is een goed vuurtje inmiddels geworden. Vuurtje maken, maak een vuurtje. Er is veel meer te zien. Veel te korte tijd. En het is tijd dat jullie werkelijk komen. Ja. En graag. Alles meemaken. Wat het mooi. Lijkt me hartstikke mooi. Ja. Maar ik vind, pas op, ga weg. Want dat is levensgevaarlijk. Want in Namibië heb je natuurlijk ook veel wild. We gaan op safari. Ja, we gaan op safari in een Etosha National Park. Rijden we zelf rond. Olifanten, neushoorns, de giraffes. Natuurlijk een beetje oppassen. De dieren hebben hier voorrang. Het is niet de A1. De dieren hebben hier voorrang. Ja, uiteraard. Dit is wel onderdeel echt van de belevenis in Namibië. Het klinkt als een ultiem vakantieland. Ultiem, divers. Ja. Zorg dat je reistempo in orde is. En dan maak je alles mee. Dankjewel. We moeten helaas weer verder reizen, maar we hebben ervan genoten. Ja. Dankjewel. En tot snel. En geniet daar, hè. Ja, we komen niet voor niks woon je er als een lach. Okay. Dankjewel. Nou, zullen wij dat vliegen?